Yo guys, Letch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag nog eens een nieuwe Minecraft Hardcore. Ik heb er zin in. We gaan gewoon verder gaan waar we de vorige keer zijn gebleven. De vorige keer zijn we hier gebleven. We hadden nog wat in onze furnace getieverd. Maar ik kon niet uit mijn woorden komen. Ik moet nog een broekie maken, dus laat ik ook wel even een broekie maken. Zo, dan hebben we alleen maar botten nodig en dan zijn we full armor zeker. Nog even wachten. Okay, thanks a lot. Nice. Oh, mijn excuus. Ugh. Vieze boertje. Maar, wat we deze af... Oeh, zijn al patatten volgroeid. Hey, feest. Zo, nice. Maar twee patatten erbij, maar dat maakt niet uit. Ik ga hier de farm wat uit... Oeh, ik wil carrots. Oké. Ik ga hier even... een wheat farm bouwen. En zoals jullie aan de titel zien, ben ik weer heel origineel met mijn titel. Zal ik zeggen met het onderwerp. Bij de vorige video, voordat ik de video had opgenomen, was ik over Joke Schouwvliegen bezig. Nu, een uur later was ze ineens aan het slaan. Dus, ze was niet ontslaan, dat zelf haar ontslag gegeven. Groot verschil. Maar echt waar, niet sarcastisch. Tegenover andere politiekers neemt zij tenminste wel verantwoordelijkheid voor haar stommiteiten, dus ja. Maar ik keur natuurlijk nog altijd niet goed dat er een hele hoop mensen haar nummer hebben. Ja, hoe moet ik het zeggen? Dat ze haar gewoon allemaal shit hebben zitten sturen naar gsm-nummer en zo. Zo'n shit is gewoon niet oké. Dat moet je niet doen. Is niet lief. Zou je zelf ook niet willen, dus doe het niet. Maar Joke Schouwvliegen heeft ontslag genomen. Dat was very wise. Ik zou zeggen, Joke, nog veel plezier in Oost-Vlaanderen. Want je gaat wel nog lijsttrekker blijven in Oost-Vlaanderen. Veel plezier. Ik hoop dat daar iets beter lukt. En dat mensen effectief... Dat er effectief nog mensen zijn die hopelijk nog vertrouwen in u hebben. Ik hoop het voor haar, maar ik denk het niet om eerlijk te zijn. Ik denk niet eens dat ze echt veel stemmen gaat krijgen. Maar ja, we zullen zien. Het is niet meer ons probleem, want ze gaat alleen maar in Oost-Vlaanderen opkomen. Ja, het is gewoon zo. Nu heb ik toch ook wel iets vrij... Ik vind het zelf vrij grappig. Toch wel gelezen over... Ja, gelezen. Ik vind het zelf gewoon een beetje stoem, om eerlijk te zijn. De kerel die haar gaat vervangen, is ook van CD&V. Wow, wow, wow. What a surprise. Een van de eerste dingen dat hij zegt in het journaal, of... Ik weet niet, hij was ergens uitgenodigd. Ik weet niet precies waar, maar het maakt niet uit. Het eerste wat die Jaakie zegt... Iepriepiepie, mijn kinderen gaan ook naar de klimaatmars. Dude, what the fuck. Dus met andere woorden, hoe CD&V het vertrouwen probeert terug te winnen. Oké, je gaat naar dat interview en je gaat direct zeggen dat je zoontje of je dochtertje ook meedoet met... Oh, fucking hell. What a disaster. Oké. Maar dus, om het af te maken. Wat ze hebben gedaan? Oké, meneer de nieuwe minister van Landbouw en Milieu. Ga naar het eerstvolgende journaalzever. Zeg gewoon dat je zoontje meedoet met de klimaatmars. And things will be good. Wauw. Ik heb er geen woorden voor. Ik heb... Echt waar. Ja, oké. CD&V. Ik denk dat CD&V grote verliezen gaat leiden deze verkiezingen. Ik heb... voor hun heb ik er niet zo'n goed gevoel over. Ik ben nooit echt voor de CD&V geweest. Ik hoor nu al een paar mensen denken, linksrat! Ja, dat ook niet. Ik ben ook niet links, maar ook niet rechts. Dus eigenlijk zei ik nu dat ik een beetje voor de CD&V ben. Oké, het klopt allemaal niet, maar... Ik zal het zo zeggen. Ik vind alle politiekers één pot nat. Ik denk dat ik daarmee genoeg heb gezegd. Maar ja, rip Joke Schouwvliegen. Ze was niet zo blij. Ze was heel hard aan het wenen. Maar ja, ik zou het ook niet zo leuk vinden. Het is een echt wel een afgang als je zo moet aftreden. Zeker als je nog gaat liegen dat de staatsveiligheid heeft gebeld. Oh shit, what the fuck? Sinds wanneer loopt hier een hondje rond? Yo, die is mij gewoon gevolgd. Zou ik mijn pet daarvan kunnen maken? Want ik heb wel bones, hè. Oh, ey, al die patatten beginnen hier te groeien, jongens. Holy shit. Wacht, ik heb ook trouwens even alle restplanten. Laat ik even dit farmpje afmaken. En dan hebben we toch wel een stevige farm, vind ik. Niet? Ja, toch wel. Zo. Oké. Als dat mooie... Allee, dat is vies, sorry.
Oké, dat is perfect. Ah nee, wacht, hier ook nog. Zo. Nice. Oké, we hebben wel nog meer nodig. Oké. Give me more. Oh, what the fuck. De schaap doodgaan. Jongen, heeft die fucking kutwolf al die schapen doodgemaakt? Waar zijn al die fucking schapen naartoe? Heeft hij nu al die schapen vermoord? What the fuck? Ik had die nog nodig. Die fucking retard van een wolf heeft al mijn schapen gekild. Dude, what the fuck? Oké. Ik zal eventjes normaal doen. Maar al onze schapen zijn dus vermoord door die fucking kutwolf. Ik eet hem dan ook maar gewoon op, zeker. Ja, wat kan ik er anders mee doen? We hebben hier nu een hoop wiet geplant en dan kunnen we in de volgende aflevering wat joints paffen, hè. Dat waren heel veel patatten trouwens. Geef maar aan mij. Die patatjes. Oké, 7 patatten. Dat ziet er niet slecht uit. Wat ik ook deze aflevering wou doen, is de woestijn wat verkennen. Iemand had gezegd naar mij... gevraagd aan mij van, het is hardcore. Ik ga de wereld eens wat verkennen. Ik zei zo, ja, akkoord. Ja, merci voor de patat. Oké, perfect. Oh, dat is perfect. Ik had er echt nodig. Ah, dat is juist mijn dingen. Heb ik nu ondertussen nog... ik had al schoenen gemaakt. Oké. Ik sta in theorie nog niet zo slecht voor. Ik moet nu wat diamonds gaan vinden en... komt allemaal goed, mannen. Perfect. Nee, maar maak ik naar... Oh, wat de... Ik wou helemaal geen buttons maken. Wacht, oké. Hier, we hebben een hoop buttons. Jee. dat is dom. Het wordt zo'n nacht. Dat is niet goed. Nee. Ik ga even gewoon die sugarcane hier nog mollen. Ga ik die daarbij planten? Nee, wacht, ik heb een beter idee. Dus ik mol deze. Zo, nice. Dan... Maar die sugarcane groeit precies wel niet snel, maar oké, maakt niet uit. Zo, en dan plant ik deze even voort. En dan hebben we weer de volgende keer veel meer sugarcane. Let's go. Woehoe! Ik heb mijn bed hier al neergezet, hè. Ja. We hadden wel een mooi gezicht toen we vroeger gingen slapen. Ik stel voor dat we eens op avontuur gaan en dat we dan gaan minen. We kunnen hier nog wat doen in deze aflevering. We hebben toch al wel wat gedaan. Onze full armor gecomplete. Een wheat farm gebouwd, dus... Maar waarom zijn er zo fucking veel bunnies? Misschien willen we eens een bunny farm beginnen of zo. Besef even hoeveel fucking bunnies dat erin zijn. Nu, ik ben aan het zien. Ik hoop trouwens dat ik de weg nog terugvind. Maar ik heb de speciaalste stuff al bij. Ik heb nog... Oké, ja, nee. Zou je voor, misschien is daar nog wel een village. Daar is precies wel een zee, dat is nice. En waar ik ook helemaal bij stil heb gestaan, is dat ik helemaal nog niet heb gezegd hoe dat mijn punten waren. Want ik heb effectief mijn punten terug. Ik had 6 vakken en ik ben er op 3 door. Dus dat is 50-50. Is dat goed? Nee. Is dat slecht? Ook niet. Ah, mijn bomen zijn trouwens gegroeid. Ik zie daar een tempel. Voilà! Bingo! Nu moet ik wel zien dat ik niet dood ga in die tempel. Dat zou kut zijn. Dat zou genaaid zijn. Dus wel even oppassen in die tempel. Mijn punten waren 7. 9, 10, 12 en 14. Dus niet zo supergoed. Maar ik heb mijn best gedaan. Dat is het belangrijkste. Ik doe like een vak dat ik zo redelijk snel... Ik moet trouwens oppassen dat er geen mobs zijn. Dat ik zo redelijk snel had opgegeven. Ben ik er toch nog door. Dus daar ben ik wel blij mee. S fundamentals. Ik moet ook niet zien dat hier een mob spawnt. En dat die niet op de dingen staan. Op die pressure plates. Dat zou wel genaaid zijn. Slag. Oké. Okay. Nice. dat is al gefixt. Voilà. Even een torch plaatsen. Mooi. Even alle TNT weghalen. Misschien kunnen we het wel nog gebruiken. We zullen wel zien, zeker. Hè? Zo.
Misschien kunnen we misschien hier ons huis al bouwen. Oké, dat is niet... Yo! Maar wacht, ja, we hebben wel... Gewoon een zadel. Flame. Oh, dat is wel chill. En wat zand en wat troep. Oh, we gaan iets moeten weggooien. Yo! Een zadel, let's go! Er zijn paarden dichtbij. Maar geen diamonds. Ja, dat is teleurstellend. Dan moeten we wat troep weggooien. Ja, dit mag weg, dit mag weg. Dat wil ik liever niet weg. Ja, dat ook niet. Maar ik wil alles wel redelijk graag, dat mag ook weg. Fuck dat. Ja, zand. Oprotten. Oké. Kijk dat ik gewoon belangrijke shit kan meepakken. Zo. Gunpowder. Wat iron? Spider eyes misschien kunnen we... Nee. Maar rotte flesje mochten we ooit uit eten geraken. Tja, wat ik zeker ga doen, is al die kisten meepakken. Maar dan moet ik wel nog iets achterlaten, want ik heb niet genoeg plaats. Wat wil ik weg? Ja, de oogjes moeten eraan geloven. Dat is jammer. Oh ja, nu... Oh. Ja, jongen, rot op met je zand. Oh, nog meer zand. Jongens, toch. We zijn ermee aan het lachen, hè. Oké, en dan zijn we weer terug weg. Deze is niet zo mooi... Oh. Oké, het is niet zo mooi achtergelaten, maar op zich maakt niet zoveel uit. Langs waar ben ik gekomen? Langs hier zeker? Ah, nee, niet langs hier, maar... Nu wel. Ba-bam. Yo, nog een village. Besef even hoe lucky dat ik ben. Maar wacht, ik wil eerst weten waar ik kom, want ik wil wel nog terug geraken, zeg maar. Misschien een fatsoenlijke village deze keer. Ah ja, ik zie daar al mijn bomen op elkaar geplant. Kan dat? Denk het wel. Maar ik kwam van daar, hè, ja. Dus, dan is hier de village. Maar de village ga ik voor de volgende keer houden. Sorry. Oeh, what the fuck is met die muur gebeurd? Yo, dat is fucking shit. En er is een blacksmith, dus dat is wel fucking nice. Dus deze is wel een vrij goede seat. Als je de seat wilt, ik zou zeggen, ga terug naar de eerste aflevering. Kijk die. Feest verder. Dus ja, eten is sowieso geen probleem. Maar, we moeten deze wereld niet upfucken. Ah nee, daar is mijn base. Daar zijn nog schapen, dat moet ik ook onthouden. Schap. Mijn vies Antwerp staaltje. Wacht, maar is daar nu? Ja, daar is mijn berg. Allee, dat is niet mijn berg, maar ook weer wel. Oké, ik moet wel niet te lang weg blijven, want... Oh, yo. Dat is gevaarlijk! Kijk eens wat meer die richting uit. Yo, dat is een swamp! Oh, dat kan ik ook echt wel goed gebruiken. Als er dan slimes spawnen, dan kunnen we fucking nice shit bouwen. Yo, dat is goed voor mijn automatische enchanting table. Maar, waarom ben ik hier geen gewone survival wereld in begonnen? Deze wereld is fucking bon. Dat is niet normaal. Ja, geef dat maar meer. Ah ja, just, mijn inventory is vol. Ja, rot flash. Nog wat piggies. Oké, hier kunnen we allemaal later nou wel naar terugkomen. Laten we nu terug even huiswaarts keren. Maar voor degenen die naar hogeschool gaan en zo. Hoe waren jullie punten? Ik ben benieuwd. Als je nog geen hogeschool hebt. Dan zeg je nog aan het feest in het middelbaar. Of je bent gestopt met school, dat kan ook. Niet aangeraden. Is dat nu nog een village? Yo, dat kan toch niet? Of is dat nu de village waar ik kom? Ik ben trouwens de weg kwijt. Nee. Ik denk legit dat er nog een andere village is. What the fuck? Waarom heb ik zoveel villages? Doe even normaal. Volgens mij kom ik... Ja, ik zie er zo heel veel lelijke bomen op elkaar geplakt. Wacht. Ja, dat is mijn base. Yep. Maar dat blijkt dus nog een andere village te zijn. Want daar is onze oude village. Dus daar is nog een village en daar is nog een village. Oké. Okay. Dat is een vrij goede wereld. Ah, kijk, zie je. Hier onze lelijke bomen. Ja, maar nu kan een dier niet meer groeien, hè, mannen. Oeh, en mijn patatten zijn hier
Oh nee, wacht. Deze patatten, let's go. Ah ja, just. Oh, ik ga eens mijn inventory zo fucking vullen. Oké, laten we deze allemaal wegdoen. Nee, ik wil ook een paardje temmen. Laat ook voor een paardje gaan. Oké. Een paardje. Mooi. Oké. Dus hier kun je nog meer junk in doen. Laten we dat ook gewoon doen. Oh, pardon. Wacht, hè. En dat wil ik terug. Knockback. Knockback. Ah, nee, wel. Knok. Knockback? Wacht, knockback. Ja, knockback. Oeps. Even patat eten. We gaan dat paardje temmen. Dan gaan we terug gaan. En dan gaan we nog een beetje minen. Want ik heb zin om te minen. Ja, we hebben een hoop vultjes gevonden. We zijn begonnen aan onze wheat farms. Maar anders gaan we nu misschien deze aflevering gewoon nog deze paard vangen. En nog een huis voor hem bouwen ofzo. En dan hebben we een eigen paard. Yo, ik wil wel in mijn vlekken. Maar hij wil het niet precies. Hallo? Mag het? Oh, hij wil het niet. Kom aan, het is bijna... Boy. Boy. Ik heb je niks misdaan, hè. Maar jongen, hou van mij. Love me. Juist, ik heb nog een artikel gereden. Dat... Oh, yay, best friends forever. Sowieso. Bam. Yo, let's go. Oké, wacht. Even stop met wat tissies doen. We gaan slapen. Oké. Blijf hier, paard. Ja, zo. En dan kunnen we een huisje bouwen voor hem. Waarom ligt hier kool? Oeps. Oké, blijf even hier. Yo, ik heb het kapot gemaakt. Wat doet jij, man? Nee, hey. Rustig. Weg. Waarom de fuck wilt je daar nu overlopen? Stop ermee. Zo. Voilà. Nieuwe patat. Hiervoor ga ik logs gebruiken. En ik ga het lekker lelijk maken, zoals de rest is. Hier kan ik het wel doen. Oké. Het gaat niks mooi zijn. Maar ik ga wel mijn best doen, want het is toch mijn beste vriend. Auw. Oké, mooi. Dan gaan we nog wat slabs maken. Nu ik toch even aan het bouwen ben. Ik wou het over het artikel hebben dat ik heb gelezen dat er iemand honden aan het aanranden was. Nu ik was van, what the fuck? Besef even hoeveel problemen dat je hebt. Dat was zo een of andere modeshow voor honden. Ook al geen idee trouwens waarom die zo'n fucking shit bestaat. Maar oké. Okay. Maar het was dus een modeshow voor honden. En sommige mensen waren gewoon die honden aan het aanraden door gewoon in die pussy te zitten ofzo. En zo'n shit is fucked up. Dat is gewoon fucked up. Ah, nu moet ik helemaal terug naar beneden gaan. Wacht. Ik kon mijn ding afbouwen. Oké. Okay. Oh, besef hoe fucking cute is dat ik iets bouw met hem. Holy shit. Ja, ik vind mijn eigen cute. Oké. Ah, wat. Maar hij fucking dom. Misschien moet ik wat meer slaps maken. Ja, ik heb ooit gezegd dat ik zo was. Ja, kijk, deze fucking hardcore wereld boeit eigenlijk echt geen ene tering, maar... Screw me. We gaan toch een beetje moeite doen om het mooi te maken. Oké. Ik heb even wat bomen omhakken. Ja, het spijt me. Voor alle bomenknuffelaars die dit kijken. I'm so fucking sorry. Oké. Nice. Maar, oh, dat paard is echt autistisch. Ik heb echt een autistisch paard uitgekozen. Kijk even wat die Jaakje nu aan het doen is. laat ik even wat logs. Zo. Nice. Oké, dat is looking pretty good. Ja, het is niet het mooiste stal dat er bestaat, maar het is een stal en hij kan erin. En hij zal er, ik weet niet hoe blij mee zijn. Dat voel ik. Oké, mooi. Prachtig. Prachtig. Laat ik ook nog... hier nog even iets. Ik heb nog één houtblokje nodig. Ja, ik pak deze wel zeker. Oké.
Ho, perfect. Oké, kom paard. Ja, ik heb nog geen touw, dus daarmee ga ik die even in een kooi moet opsluiten. Oh, fuck, gaat hij er niet in? Yo, hij is te dik. Just, hij heeft twee fan. Fuck. Wacht, ga er wel even in. Thanks. Hoe ik solution solve, oké, maakt niet uit. En dan ga ik deze twee fences gewoon hier plaatsen, zeker. Bam! We hebben een huis voor ons dier. We hebben wel nog geen huis voor onszelf, maar wel voor het dier. Mooi. Boom. Dan even nog mijn wortels harvesten. Eten gaat goed. Eten is geen probleem op dit moment. En dat is echt de eerste keer ooit in een survivalwereld dat eten geen probleem is. En nog wat patatten, jee. Volgens mij had ik trouwens meer rauwe patatten. Eens kijken, ik die toevallig. Ja. Oké. Mooi. Maar ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat deze hardcore aflevering een beetje leuk vond. En als je een beetje leuk vond, was een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer meer. Minecraft Hardcore en dat is volgende week, denk ik. Dus ik zeg. Tjie.